Het nieuws van dinsdag 22 juni. Verzet tegen de miljoenen bezuinigingen van de provincie komt langzaam maar zeker op stoom. Opgezette vogels, vossen en allerlei andere dieren in Nijmegen woont de enige preparateur in Nederland met een eigen winkel. Twee mensen kwamen anderhalf jaar geleden om het leven bij een brand in Arnhem. Justitie vindt dat de eigenaar van het pand medeschuldig is. Dag dames en heren, goedenavond. De leefbaarheid op het Gelderse platteland loopt groot gevaar. Dat schrijven Gelderse burgemeesters in een brandbrief aan het provinciebestuur. De burgervaders maken zich grote zorgen over de bezuinigingsplannen van de provincie Gelderland. Vooral op sociaal gebied dreigt er veel verloren te gaan. Burgemeesters en wethouders uit de regio Rivierenland, 6 gemeenten op de Veluwe, Aalten, Brummen en Westervoort zijn het niet eens met de rigoureuze bezuinigingen. Zo wordt er voor miljoenen bezuinigd op cultuurhuizen, bibliotheken, bibliobussen en vele andere sociale zaken. De regio Noord-Veluwe heeft daarom een brandbrief naar de provincie gestuurd. Nou, bijvoorbeeld het wegvallen van subsidies voor de cultuurhuizen betekent dat in de kleine kernen, we zijn tenslotte een plattelandsgemeente, dat daar de leefbaarheid van de kleinere kernen verder onder druk komt te staan. En iets dergelijks zou kunnen gelden voor de bibliobus. En zo zijn er meer van dat soort soms kleine bedragen, maar die hebben een enorm grote impact. Niet alleen op de Veluwe voorzien ze problemen, ook in het Rivierenland is de zorg groot. Vooral omdat de provincie de komende jaren gaat investeren in industrie en economie rondom steden. Zo blijft er nauwelijks geld over voor het landelijk gebied om bijvoorbeeld te investeren in recreatie of toerisme. En dat betekent dat wij als regio, behalve door de bezuinigingen, ook door het toekomstig beleid benadeeld gaan worden als regio. En dat baart ons eigenlijk grote zorgen. Toch zijn er ook steden waar ze de pijn wel gaan voelen, zoals in Apeldoorn. Die gemeente moet zelf al 30 miljoen bezuinigen. Daarbij gaat de provincie daar nu ook geld weghalen bij de daklozenopvang en bij Sensor, de telefonische hulpdienst voor mensen met problemen. Nou ja, in deze tijd van individualisering, mensen moeten het maar vaak alleen zien te rooien. Als er dan zoiets is als zo'n telefonische hulpdienst, dat beantwoordt enorm in een vraag, in een behoefte. Als je dat wegbezuinigt, ja, dan organiseer je als samenleving een probleem. Als er dan toch bezuinigd moet worden, hoopt de gemeente Apeldoorn dat dit niet in één keer gebeurt, maar in fases. Ja, niet alleen de burgemeesters maken zich zorgen. Meer dan 80 verenigingen, stichtingen en gemeenten gaan morgen pleiten voor het behoud van hun subsidie. Op het provinciehuis in Arnhem zijn dan de hoorzittingen over de bezuinigingen. Op de redactie zit verslaggever Justin Hendricks. Ja, Justin, hoe ziet die dag er morgen uit op het provinciehuis? Ja, het wordt vooral een belangrijke dag voor, om precies te zijn, 85 instanties die gaan inspreken. Iedere instantie die krijgt 5 minuten de tijd om te vertellen wie ze zijn, wat ze nou precies doen en waarom de provincie niet op hen moet gaan bezuinigen. Nou, omdat er zoveel instanties gaan inspreken, heeft de provincie 2 zalen ingericht waar de mensen terecht kunnen. Ja, Justin, even in herinnering roepen. Waar gaan de hardste klappen vallen? Nou, op cultureel gebied wordt er fors bezuinigd. We praten dan over een bedrag van 5 miljoen euro. En een van de instanties die dat echt gaat merken is bijvoorbeeld Museum het Valkhof in Nijmegen. Dan is er nog natuur, milieu en landbouw. Die posten moeten samen 9 miljoen euro inleveren. En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de Gelderse Milieufederatie, dat is een organisatie die daardoor keihard wordt getroffen. Maar de grootste klappen vallen toch wel op sociaal terrein. Daar gaat het om een bedrag van 9,5 miljoen euro. En daar is bijvoorbeeld Zorgbelang Gelderland een instantie die dat bedrag heel erg zal gaan missen. In ieder geval een deel van dat bedrag. Ja, nou, morgen is dan dus die grote hoorzitting. Hè. Kunnen alle betrokken partijen nog een keer hun zegje doen? Is nou de verwachting dat er nog heel veel aan die plannen gaat wijzigen? Nou, de verwachting is dat statenleden nog wel gaan proberen om die plannen enigszins te wijzigen. Om daar wat invloed op uit te oefenen. Maar duidelijk is in ieder geval dat een meerderheid van de staten voor die bezuinigingsplannen zal gaan stemmen. En wat dat dan gaat betekenen voor de individuele organisaties, ja, dat is iets wat moeten we afwachten. Ja, blijft dus nog even spannend. Justin Hendricks, dankjewel. Arnhem is een bekend restaurant en een beeldbepalend gebouw kwijt. Afgelopen nacht is restaurant Trix, voorheen bekend als de Menteberg, door brand verwoest. Van het pand is niets meer over. Het vuur brak rond 2:15 vannacht uit. De brandweer was snel ter plaatse, maar het pand kon niet meer gered worden. Het brandde zo verschrikkelijk hard. Ja, ze waren wel aan het blussen, maar het ging alleen maar harder branden, geloof ik.
door het blussen. Ik weet het niet. Het valt denk ik. Het is ook allemaal hout, hè? De uitbreidingssnelheid van brand ligt heel erg hoog. Vooral bij een gebouw zoals dit, hè, waar je toch allemaal veel brandbaar materiaal in aantreft. Meubilair, hout en dergelijke. Branduitbreiding is zo snel gegaan dat wij helaas er niets meer aan hebben kunnen redden. Bij het naastgelegen Schreuderhuis voor mensen met een verstandelijke beperking werd vannacht besloten om de bewoners te evacueren. Ik werd wakker gemaakt en denk, hoorde ik in één keer gebonk. En toen zei hij zo van ja, brand, brand, brand. Ik moest echt iedereen snel wakker maken om naar buiten te halen. Echt zo snel ging het. Het was gewoon 1 seconde, moest iedereen buiten zijn. Het gebouw dat in de volksmond nog altijd bekend staat als de Mentenberg was een belangrijke blikvanger in de buurt en een geliefd restaurant. Ja, ook het enige restaurant wat een beetje betaalbaar was hier in de buurt. Als wij ook visite voor het eerst krijgen, wat zal die? Hou de Mentenberg maar in de gaten, dan zit je goed. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De technische recherche is vandaag begonnen met het onderzoek. Het is nog niet bekend of restaurant Trix op de huidige locatie terugkomt. Ik hoop dat het zo snel mogelijk helemaal afgebroken wordt en snel weer helemaal herbouwd wordt. Weer een mooi restaurant krijgen. Hij is de enige preparateur in Nederland met een eigen winkel. Nijmegenaar Erwin van Zoelen. In zijn winkel in het centrum van Nijmegen zijn allerlei opgezette dieren te koop die hij zelf maakt. Wat bent u nou nog gaan doen? Ik zet even de oren vast, want daar zit klei in, om ze in model te houden. Klei? Ja. Klei in de oren. En wat zit er verder in deze zwarte beer? Het hoofd hebben we van peurschuim heb ik nagemaakt. En het lichaam is van houtwol. In zijn werkruimte achter de winkel is Van Zoelen druk bezig met een zwarte beer. Met spelden wordt de verse huid op de plek gehouden, zodat hij goed droogt. Alles heeft Van Zoelen wel eens opgezet. Olifanten, giraffen, leeuwen. Veel voor musea en natuurorganisaties. Maar hij kreeg genoeg van al die klanten aan huis en besloot een winkel te beginnen. Zodat hij ook veel van het moois dat hij opzet kan verkopen. Wat ik hoop dat mensen wat meer affiniteit met de natuur krijgen. Hè? Veel kinderen weten helemaal niet op school meer hoe... Of op school leren ze niet meer hoe groot een kraai is bijvoorbeeld. Of hoe een koekoek eruit ziet. Ik bedoel, waarschijnlijk weet je wel dat hij roept koekoek. Maar hoe die eruit ziet weet niemand. Kijk, en dat zijn dingen dat ik denk van ja, dat is wel goed als mensen ook zien. Wat het is. Maar dan komen ze hier alleen maar kijken en daar bent u niet mee geholpen. Nee, maar ja goed, het kijken en kopen ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Ik denk ook dat het wel, dit is iets anders dan dat je haalt bij de Blokker of zo of bij de V&D. Hier heb je een apart cadeautje, echt iets apart. En de meeste van die cadeautjes worden door Van Zoelen zelf gemaakt. De huid van een ree gaat bijvoorbeeld over deze mal van peurschuim met het gewei erbovenop. En mag dat dan allemaal maar zo ook, die dieren opzetten? Europese dieren zijn in principe beschermd, behalve jachtwild. Dus een ree is bijvoorbeeld jachtwild. Dus die zou in principe iedereen op mogen zetten. Als je een beschermde diersoort, zoals een bonte kraai of een zwarte specht, die moet je een vergunning voor hebben. En ik ben natuurlijk vergunninghouder, anders zou ik het niet doen. Uw eigen huisdier kan ook, hoewel hij dat afraadt. Het blijven toch glazen ogen die erin gaan. Dus het wordt nooit meer zoals hij was. Dus toch maar liever een wild dier? Voor 2500 euro is de zwarte beer van u. Was het nou terecht of niet dat er in 2001 60.000 koeien werden geruimd om verspreiding van mond- en klauwzeer te voorkomen? Verschillende fracties in de Tweede Kamer willen dat er een uitgebreid onderzoek komt. Straks meer. De gemeente Arnhem heeft vandaag damwanden geplaatst om de Rijnkade te verstevigen. Al meer dan 2 jaar vallen er geregeld gaten in de kade doordat er zand onder de kademuur uitspoelt. Tijdens het project blijft de lage Rijnkade vanaf de Rodeburgstraat tot aan het einde van de Boterdijk dicht. De hoge Rijnkade blijft wel toegankelijk. Volgens vakbond FNV Bondgenoten neemt DHL Arnhem het niet zo nauw met de CAO. Veel werknemers klagen over werktijden en in de CAO staat dat ze een bloemetje krijgen op hun verjaardag. Maar dit gebeurt nooit. En daarom deelt de vakbond vandaag boeketten uit bij het bedrijf in Arnhem. DHL heeft inmiddels toegezegd weer verjaardagsboeketten uit te delen. Huize Nijhof in Aalten is door de eigen branche uitgeroepen tot beste bed and breakfast van Nederland. Het bedrijf in de Achterhoek is door gasten en een onderzoeksteam beoordeeld op hygiëne, veiligheid en op gastvrijheid. Voor de rechtbank in Zutphen werden vandaag gevangenisstraffen geëist tegen 12 verdachten van overvallen, inbraakpogingen en vuurwapenbezit. De eisen liepen uiteen van 2 maanden voorwaardelijk tot 10 jaar celstraf voor een 24-jarige verdachte uit Zevenaar.
Een opvallend tafereel vandaag in een weiland in Zelhem. Kunstenaar Amit Baar uit Doetinchem beschildert daar een vrouw met koeienvlekken voor zijn project Mens en Dier. De foto's zijn bedoeld voor toekomstige expositie en ze komen op de site van de kunstenaar. Een 17-jarige Apeldoorner heeft bekend twee gewapende berovingen in zijn woonplaats te hebben gepleegd. In zijn woning is een deel van de buit en een vuurwapen gevonden. De slachtoffers zijn geïnformeerd over de aanhouding en hebben hun bezittingen teruggekregen. Een bijzondere geboorte in Gellicum in de gemeente Geldermalsen. Daar is vorige week een kuikentje met 4 pootjes geboren. Volgens de eigenaar kan het kuikentje redelijk functioneren, ondanks zijn handicap. Het enige zielige is een beetje dat die andere kuikens wel eens op die slingerende pootjes trappen. De hobbydierhouder verwacht overigens niet dat de pootjes te lang aan blijven zitten, omdat ze al lijken af te sterven. Wilt u reageren op het nieuws of heeft u een nieuwstip voor ons? Ga dan naar omroepgelderland.nl. Het kritische rapport over de aanpak van de MKZ-crisis in 2001 ligt inmiddels al een half jaar bij het ministerie in Den Haag. En toch kent minister Verburg van Landbouw de inhoud niet, vertelden ze vandaag in Velp. Volgens het rapport van de Stichting Onderzoek MKZ-crisis Kootwijkerbroek zijn er 9 jaar geleden grote fouten gemaakt. 60.000 dieren zouden nodeloos zijn afgemaakt. Ik ken het rapport niet. Laat staan dat ik het ook al in heb kunnen zien. Het is wel vanaf januari op het ministerie aanwezig. Nou, dat zegt u. Ik neem daar kennis van. Ik ken het rapport niet. Gerda Verburg was in 2001 nog geen minister van Landbouw toen de MKZ-crisis toesloeg. Toch is ze politiek verantwoordelijk voor de eventuele fouten die toen gemaakt zijn. Maar voorlopig is ze er nog niet in geslaagd het rapport te bestuderen. De betrokkenen willen nu zo snel mogelijk duidelijkheid van de minister. Ik heb al gezegd dat ik weet dat het emotioneel is bij mensen. Dat gebeurt als er dieren geruimd moeten worden. Dat is vreselijk ingrijpend. Dat realiseer ik me heel goed. Maar geef me even de gelegenheid om het rapport dat gisteren is gepresenteerd ook inhoudelijk te bekijken. Ook de veehouder waar in 2001 MKZ werd vastgesteld eist dat er snel duidelijkheid komt. Rien Teunissen was destijds het mikpunt van woedende dorpsgenoten, omdat het vermoeden bestond dat er was gesjoemeld met de MKZ-monsters. Teunissen, inmiddels niet meer woonachtig in Kootwijkerbroek, wil vandaag niet voor camera reageren, maar is verrast over de resultaten uit het rapport. De onderzoeken zelf zijn destijds uitgevoerd door het Veterinair Instituut in Wageningen. Maar ook zij willen niet voor onze camera reageren. Wel, zeggen ze in een reactie. Het Centraal Veterinair Instituut van de Wageningen Universiteit gaat er tot nu toe vanuit dat er geen fouten zijn gemaakt bij de testen rondom de MKZ-besmetting in Kootwijkerbroek. Wel zal de komende tijd het rapport uitgebreid worden bestudeerd op eventuele pijnpunten. Ondertussen eisen ook verschillende politieke partijen een uitgebreid onderzoek. Vanmiddag zijn er tijdens een overleg in de commissie Landbouw vragen gesteld. Maar dat is niet de eerste keer. Wij hadden toen twijfel, we hebben die vragen gesteld. We hebben ze later aan Kees Veerman, de toenmalige minister, gesteld, en nog later weer aan Gerda Verburg. Atsma hoopt dat via een parlementair onderzoek de onderste steen alsnog boven komt. In Kootwijkerbroek wachten ze het ondertussen in spanning af. Al weten ze bijna zeker dat er in hun dorp nooit MKZ is geweest. Wordt vervolgd dus. Geen brandmelders, geen brandblussers en vooral geen tweede vluchtweg. Een Arnhemse huurbaas moest vandaag voor de rechtbank verschijnen wegens dood door schuld. In december 2008 kostte een brand in zijn pand aan de Schassertstraat het leven aan 2 huurders. Eerder werd een 21-jarige man uit Ede veroordeeld tot 7 jaar cel en TBS voor brandstichting in de woning aan de Arnhemse Schassertstraat. Hij had ruzie met een van de bewoners. 2 bewoners konden niet meer op tijd wegkomen en een derde huurder maar net. Toen ik dus mijn kamer uitkwam, zag ik die buurman staan met de telefoon en te veel het licht uit. En ik hoorde wat stommelen, ook van de andere buurman, die later ook is overleden. En toen heb ik op mijn tast, omdat het daar is, ik kon nog geen adem meer halen, omdat het daar te warm was. En de vlammen kon ik in één keer zien, kon ik op de tast terug naar mijn eigen kamer. Van Rij kon via het dakraam wegkomen, maar 2 van zijn buren niet. Het OM eiste vandaag 200 uur werkstraf tegen de eigenaar van het pand. Bij meer dan 4 huurders moet je als verhuurder brandwerende voorzieningen treffen en een vergunning hebben. En dat was hier niet gebeurd. Het is ook zo dat er op het moment van de brand 4 personen aanwezig waren. 5, zegt officier.
Nee, dat heeft u dan niet goed begrepen. Nou, die wonen daar officieel. Ja, nee, maar die waren er niet. Hij heeft zich niet gemeld bij de gemeente en gezegd dat hij kamers in dat pand verhuurde, zodat de gemeente daar had kunnen komen kijken om te zien wat er aan de brandveiligheid van dat pand had behoren te worden gedaan. De verdediging benadrukt dat de brand snel groot werd en brandwerende maatregelen ook niet hadden geholpen. We hebben proberen duidelijk te maken dat hier ook geen sprake is van schuld. Nog aan de brand, nog aan het verloop van de brand. En dus het feit dat die twee mensen zo treurig om het leven zijn gekomen. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Ja, en dan het weer. Maar gewoon Ribbrink, het was een lekkere dag vandaag. Hoe lang kunnen we nog genieten van dit mooie weer? Minstens een week lang, overwegend droog, vrij zonnig zomerweer. Met ook nog eens comfortabele temperaturen, niet te warm, niet te koud. Dat komt omdat we geen winden krijgen uit een zuidelijke richting. Geen aanvoer van warme lucht, maar wel de kracht van de zon. Want de zon die staat op dit moment het hoogst voor de tijd van het jaar. Overigens hebben we afgelopen nacht wel een koude nacht achter de rug, met op de Veluwe zelfs een gaatje vorst dicht bij de grond. En vanochtend vroeg een paar mistbanken boven die weilanden. Alleen de boeren zijn denk ik wat minder blij met dit droge weer, want het begint toch al behoorlijk droog te worden. En de hooikoortspatiënten, want de grassen staan op dit moment vol in bloei. Zonnig weer, niet alleen bij ons, maar ook in heel West-Europa. Klein beetje sluierbewolking kwam er vanaf de Noordzee. En in de loop van de ochtend ontstonden er ook een paar stapelwolken. Nou, die stapelwolken gaan allemaal verdwijnen. We krijgen een heldere nacht. Iets minder koud dan afgelopen nacht. Ik denk op de koudste plaats een graad of 5-6... met opnieuw weer de vorming van die mistbanken, vooral boven de weilanden. En morgen overdag wordt een prachtige dag. Minder sluierbewolking, dus in principe wat blauwer dan vandaag. Iets meer stapelbewolking, maar wel van het vriendelijke soort. En wat hogere temperaturen dan vandaag. En daarmee komen we dan uit op zo'n 23 tot 25 graden bij niet al te veel wind uit een westelijke richting. En het blijft eigenlijk prachtig weer. Misschien dat we op vrijdag even wat meer bewolking zien langstrekken. Er is zelfs een heel klein kansje op een spatterbuitje. Zet geen zoden aan de dijk. Prachtig weekend in het vooruitzicht. Met temperaturen die op vrijdag en zaterdag even iets omlaag gaan naar 22 graden. Maar in het weekend weer omhoog gaan naar zo'n 24 tot 25 graden. En dit was TV Gelderland Nieuws van dinsdag 22 juni. Morgen, u hoort het al eerder deze uitzending, is er dus die grote hoorzitting bij de provincie. Tientallen Gelderse instellingen en verenigingen proberen daar duidelijk te maken waarom juist zij buiten de bezuinigingen zouden moeten blijven. U ziet het morgen in TV Gelderland Nieuws. Ik wens u nog een fijne avond.